Ja, natuurlijk, Fischie hier weer. En ik ben hier met Remco natuurlijk. Welkom bij de Johan Cruijffschaal. In de arena, maar ja, zonder Ajax. Ja. Yep. Feyenoord tegen PSV. Wie gaat winnen? Ik hoop Feyenoord. Ik hoop het ook. Ik gun het ze wel. Ja, toch? Ja. Dat gun ik wel. Hoe vaak heb Johan Cruijffschaal, is de Johan Cruijffschaal gewonnen door... Ja, dat ga je PSV het meeste. PSV het meeste en daarna Ajax, als het goed is. Ja, Ajax heeft voor mij het meeste. Nee, daarna... voor mij PSV. Dat zeker? Voor mij wel. Maar ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Ja, Johan Cruijffschaal natuurlijk gewoon een beetje als het begintoetje natuurlijk. Hè. Van, je begint natuurlijk met toetje. Ja. En dan gaan we beginnen met hoofdgerecht. Ja. Dus, nou ja, laten we achter bij de comments, zou ik zeggen. Wij gaan over naar de wedstrijd. Nou. We spelen. E-Sport Arena. Oh, nu ga je ook niet in de Amsterdam Arena. Terwijl normaal gesproken altijd in de Arena spelen ook. Ja. Voor mij wel, ja. Maar ja. Lijkt wel op dat... mocht het als een gelijkspel worden, dan moeten we verlengen natuurlijk. We hebben natuurlijk geen verlenging en penalties in de game. Mensen zeggen van, ja, dat is wel, maar dat is niet. Dat online. Maakt het alleen als je... offline speelt. Ja, of met FUT voor mij wel. Ja, dan moeten we al die kaarten gaan kopen en ik speel nooit FUT, dus... Een beetje veel kansen voor Prepper. Feyenoord heeft best een goede spits nu gekocht met die Deen. Ja, dit is ook een... goede aankoop, dat. Zo, Nog even alle rust aannemen. Fuck. Echt heel slecht. Jezus. Geen buitenspel? En waarom komt die keeper dan zo ver uit? Hij let gewoon goed op. Dat moet ook. Oh, Arias, daar gaat hij hoor. Solo. Zo, scheidpootje. Ja, dat is helemaal niks. Nee! Ik heb zo even snel in het spel houden. Nou, kutzooi! Hè? Niks! Ik heb mijn controle weggelegd en hij fluit wel. Nou, dat is echt de bullshit, jongen. Ik krijg nooit meer een penalty mee. Ik dacht echt, ik keek alsof alles weg was. Ik dacht, ja, dit is een penalty. Ik lig met de controle, ik trilt gewoon aan alle kanten. Het mag allemaal. Nee! Dankjewel. What the fuck? Nee! Nee! Dat is zo irritant toch? Ja, maar Kramer is echt fucking langzaam. Zullen het echt wel meevallen, want zo, schijf. Hey, hallo! Nou. zo! Hallo! Hallo! Ja, maar stel, hij is niet geblesseerd. Nou! Dan ben ik gewoon een man kwijt, hè, omdat hij er zit. Oeh. Ja, blijf lekker wachten! Oh, nog een keer gelijk. Nou! Zo! Nu eigenlijk overal doorheen. Nou, wat is dit? Verschrikkelijk. Kom op. We hebben eigenlijk al gewoon een beetje naar onze eigen popjes gepaard, of niet? Nou, kom op! Oh! Was ik helemaal niet een poppetje. Dirk uit aan de bal. Oh! Jezus. Stugge wedstrijd door dit dan. Slordig man, de bal echt heel veel slechte verkeerde passes. Zie je dat ergens of niet? 50-50, gelijk 3 schoten op doel, 3. Ja, hier, paasnauwkeurigheid. Dat is echt heel slecht. Kom op lopen. Kom op! Luc de Jong, even sneller. Luc de Jong! Eén kans nodig. Zo. Maar het is gewoon hard boven in het dak van het doel. Diep uitkomen. Neemt hem. Ha! Ja, en nu? Ah! Oh, dat is wel gek.
Maar hij is wel uit geweest voordat ik hem aanraakte. Nee. Die bal kon hij niet vangen. Oh, de keeper is echt bezig. Ja, dit gaat goed. Oh! Er zou maar gewoon die volle kruising in gaan. Oh, Luc de Jong. Binnenhouden, wat de fuck? Je kunt er gewoon een bal aannemen vandaag. Wat? Nee, hallo! Wat zou jij daar fluiten? Oh oh. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Het schot. Jezus, hoe kan dat, man? Dat is een spits normaal gesproken. Die kan wel een beetje van afstand schieten. PSV heeft het bal bezit te pakken. Ik niet. Nou, dit is een schot! En hij komt aan! Wat is dit dan weer? Het was niet verbaasd, het was een FB-schot. Ah, jongens, dat staat echt helemaal nergens op dit. Kijk, moet je kijken, ik weet niet of je het ziet. Maar het schiet met RB, ik heb het een schot. Hij komt zo aan. De keeper is wel echt verschrikkelijk nu. Ja, nou, het interesseert me. Ik echt wel goed. Bileen, verlengt hem met het hoofd. Nou! Echt, elke bal komt gewoon niet meer aan. Ah, zo irritant dit. Ja, tuurlijk. Ik heb nu lijk even de FIFA gommen, maar ik kom nu wel bijna alles aan. Keeper hoeft niet. Nee! Dan komt dat die keeper alles uitkomt. Michiel Kramer. En de keeper heeft hem klem vast. Goed gedaan, keepertje. Of niks? Oh, mijn oordeel op zitten. Deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Zo! Die bal. Nee, ik mag echt niet scoren. Ah, maar kom op nou. Maar niks mag meer van mij. Dat is het voordeel van de kampioen zijn, heb je voordeel. Jongen. Oh ja, ik kom gewoon tegen jou aan. Scheids. Oh, naar de keeper, dat deed ik ook echt. Dat deed ik ook echt. Oh, keeper, raak je nog niet, dat was het gewoon schot. Jongen. Maar deze niet. Weer. Wat is dit dan weer? Wat een snelheid. Nou, ja, maar mij is alles is niet goed, hè? Kom op nou, zeg. Fucking partijdige scheidsrechter, jongen. Ik weet niet of we hem nog gaan zien, maar nee, we zien hem niet eens. Oh ja, tuurlijk. Nah. Sorry. Wat is dit dan weer? Ik val er niet aan. Eens kijken of PSV die bal ver kan gaan ingooien. Narsing. Jij hebt 5 reddingen, ik 2, hè? Ja. Ja, ik heb gewoon een goede keeper. Gaat het wel schijt of niet? Michiel Kramer, deze wedstrijd loopt op zijn end. En de teleurstelling is op de gezicht. Ik schiet. Ik dacht dat ik mijn eigen speler tackelde. What the fuck? Oh ja, tuurlijk. Nee! Oh, kan dat? Die houdt wel. Oh nee. Ik word echt super slordig. Nou, ik schoot hè weer! Oh nee, ja, dat is natuurlijk. Ja, open huis. Gek hè? Nou, hij schiet hem met links. Hoe kan dat? Maar dit had echt beter gemoeten hoor, even. Ik dacht, ik krom zo gewoon de verre hoek in. Komt hem door naar een medespeler. Nou, wat? Oh! Oh, oh, kom op, Fishy. Dan scoren nog één keer. Voor de eer dan, minimaal. Oh. Nee. Of. Cordado. Oh, ja, tuurlijk. Die pakt alles. Oh, voor mij komt ik hem zelf, of niet? Maar dat deed hij uit zichzelf. Hé, hey, keeper is mee. What the fuck? Waarom komt hij daarheen? Kom op! Ik moet hem voorzetten nu. De keeper bokst de bal weg. De keeper. Hij doet hem. Oh! Ah, nee! Ik mocht gewoon niet scoren! Ik mocht echt niet scoren! Maar wat is dat aan het grote loop wel zien zo? Ja, ik was mee 13 schoten. Ja, maar ik heb. Voor mij, mijn kansen zijn gewoon veel groter geweest.
Ja. En ik had wel een penalty moeten hebben. En ik had één schot, dat gewoon, gewoon geen voorzet was en ik kwam wel op zijn hoofd. Ja, ook nog die. Ja. Ik heb echt wel alles wat tegen gehad, dit potje. Kutzooi. Maar ik denk wel dat dit zomaar... Kan niet meer winnen van Remco. Remco moet alleen de wedstrijd van de week alleen maar de laagste team hebben. Gewoon elke keer. Gewoon. Maar ik hoop wel dat Feyenoord wint, maar ik denk wel dat PSV gaat winnen. Ik hoop wel Feyenoord. Ik gun het Feyenoord wel. Ik gun het Feyenoord wel, maar ik denk, als je kijkt op basis van het team... Maar ik hoop ook Feyenoord. PSV dat ja, goede ja. club, maar Feyenoord, ja. Ja. Ook leuk voor Boskampie. Ja. Nou, we gaan het zien. Vergeet niet even te liken. Veel plezier met de wedstrijd. Tot de volgende keer. En bye bye. Later. Spijt dan.